In de volgende video zullen onze solid surface specialisten jullie laten zien hoe men een werkblad en een spatwand mooi met een afronding aan elkaar kan zetten. Als invoerder van verschillende merken solid surface in België en Luxemburg tonen wij jullie graag enkele tips en tricks. Solid surface wordt vrij makkelijk verwerkt zoals hout, maar vergt de nodige aandachtspunten. Daarom hier nog even onze tips. Benodigde materialen: spanvijzen, extra fixatieblokjes van reststukken, smeltlijm, schuurnetten, reinigingalcohol, solid surface, lijmkit en schuurmachines. Alles begint bij het correct reinigen van de solid surface, om vervolgens te ontvetten. De eerste stap voor een ronde hoek is het opdikken van het materiaal. Met fixatieblokjes voorkom je het verschuiven van het materiaal tijdens het lijmen. Belangrijk om de lijm op voorhand te controleren. Het goed opspannen is hierbij belangrijk. Vervolgens voldoende spanvijzen bevestigen, waar het de bedoeling is dat de lijm er zichtbaar uitkomt. Na uitharding van de lijm verwijderen we de spanvijzen en gaan we over tot fase 2, de opstaande wand monteren. Deze werkwijze wordt volledig herhaald voor de opstaande wand. Het tablet wordt opgedikt door middel van een sponning of rabat. Ook hier volgt dezelfde werkwijze. Hier gaan we over naar de afwerkingsfase. Benodigdheden zijn hier schuur- en freesmachines. We gaan hier de overtollige lijm wegschuren. De scherpe hoeken worden met een afrondfrees afgerond. Het overstekend stuk wordt hier weggefreesd. Voor het maken van de afgeronde binnenhoeken is het aangeraden om te werken met een speciale frees hiervoor. Het frezen gebeurt in twee stappen. En dan rest ons nog het schuurwerk als afwerking. Wilt u ook graag een erkend solid surface verwerker worden? Schrijf u nu in voor onze opleidingen en behaal uw certificaat als erkend verwerker. Of ontvangt u graag stalen en meer info? Contacteer ons gerust.